De gemeente Schiedam meldt dat er begin vorige week bij de sloop van de flats aan de MCM de Grootstraat asbest is vrijgekomen. Zogenoemde mannen in witte pakken hebben de asbest op maandag 6 september gesaneerd. Op dit moment is alle asbest weggehaald en het gebied vrijgegeven. Er is geen onveilige situatie ontstaan. Dit bevestigt een woordvoerder van de gemeente Schiedam. Ook laat de gemeente weten dat het vrijkomen van asbest niet ongebruikelijk is bij een dergelijke gecontroleerde sloop. Op de plek van de sloopwerkzaamheden worden 238 nieuwe woningen gerealiseerd. Dit maakt deel uit van het nieuwbouwproject De Buurtuin.